Ze hebben zich vernoemd naar de stijl van de Amerikaanse schrijver Hunton S. Thompson. Zijn gonzo journalism style, die wordt ook wel rauw, subjectief, oprecht, onpartijdig genoemd. Maar vooral eigenlijk heel erg het ongepolijste element ervan, dat spreekt tot de verbeelding. Nou, dat blijkt uit deze voorstelling ook wel, waarin vier jonge Japanse mannen elkaar ontzettend te lijf gaan. In het gezicht slaan, tegen elkaar opbeuken. What we're trying to do is to have the most simple movement. We try not to choose many things, so we become minimal as possible. But in that way, we want to, how to say, relate to the structure of the world itself. I mean, we believe in the most simple things. There's this very simple rule, like, for example, gravity or something like that. Mm-hmm. And we want to play with these simple rules, and then we relate, the movements could relate to what is happening all around it. Sometimes, like, something called emotion evokes in a very simple movement, maybe. Like, sometimes you see a plastic bag in the street that's just flying. Mm-hmm. It's just a fact that a wind blows and the plastic bag was so light. Mm-hmm. But for some people it might be so touching. Mm-hmm. In that sense, we want to create our performance very simple and let the audience choose what they see. Humoristische elementen zitten de hele tijd in de show. En toch blijft het gevoel knagen dat het ongemakkelijke overheerst. Het is een voorstelling die ergens onder de huid kruipt en je de vraag stelt, is dit nou hoe mensen in onze hedendaagse samenleving met elkaar omgaan? Zijn dit de verhoudingen, de contactverhoudingen binnen een hedendaagse maatschappij? Die vraag stelt de voorstelling voor mij, alhoewel het gezelschap zelf claimt dat er geen diepere laag in de voorstelling zit. Dat het is wat het is, what you see is what you get. Net als Hunter S. Thompson zei en net als zijn Gonzo-style inhield.